Oké, het is vandaag dinsdag. Ik heb Estimo net afgezet bij mijn mama. Want ik ga naar het concert van Beyoncé. Ze gaan nu heel even mijn vriendinnetje ophalen. En dan gaan we richting Amsterdam. Pitstop bij de McDonald's. We wilden eigenlijk KFC, hè? Maar dat was Ja, nog 10 minuten rijden. nu te lang. En het excuus was dat de maagje kreeg van honger. Dan krijg je nooit te eten. Nee. We zijn eindelijk geparkeerd. Was 15 euro, hè? Ja. En als je niet ging pinnen, was het 12 euro. Dus ze rekenen gewoon 3 euro pingeld. Dat is asociaal, die Amsterdammers, jongen. Maar de vrouw die dacht dus dat ze de kaartje was vergeten in de auto. En dat was niet. Toen dachten we eerst nog dat ze het kwijt was. Maar hij zat gewoon in mijn tas. Ik had stiekem haar kaartje gediefd. Dus, maar we zijn er. Het is best wel een beetje gek huis op zich. En we moeten nog wel een eindje lopen en ik ken hier de weg niet. Dus mensen zijn net schapen, we volgen gewoon de menigte. Het is druk en we weten niet waar de ingang is. Daar staat Zuid G, we moeten de Noord hebben. We zijn aan de andere kant. We zijn er, eindelijk gevonden. Dus we moeten nog wel even checken welke camera ik bij heb. Want ja, voor hetzelfde geld kan ik zo ver gooien, gooi ik het op de hoofd. Zij is aan het snappen, toch? Nou, dan kom je als Feyenoord supporter toch nog een keer in de arena. Ik ben dood. Het is uitgelegd hoe een relatie liep, hè? Ja. Daar hebben we, hebben echt over gediscussieerd, maar volgens mij was het echt zo. En ja, we gaan nou naar huis. Hè. Ja, het is nog dikke uur rijden. Dus ja, was een leuk concert. Lang zal die leven. Lang zal die. Jij dacht dat mama geen cadeautje had, hè? Maar hij doet het meer. Ja. Ga je zitten? Gaan we een cadeautje uitpakken? Nee. Ik kom niet nog één. Ja, tuurlijk. Ik weet sowieso dat dit al een bal is. Ja, dat klopt. Dat voel je gewoon. Dragon Ball, Dragon Ball. Feyenoord!
serieus. Feyenoord. En de rest is een beetje. En de rest is... Jij dacht echt dat mama jou helemaal was vergeten, hè? Ja, want we zijn in de winkel op die gekke doppel gehad. Wil je jouw smartwatch uit gaan pakken? Ja! Vandaag is mijn b-day en ik zit lekker te ontbijten. Eigenlijk weet ik niet meer echt wat het is, maar... ik ben precies een jaar geleden begonnen met vloggen, dus toen was het nog 7 en nu ben ik 8. Oh, wat gaat het jaar snel. De tijd gaat snel als je je vermaakt. En de dagen gaan nog sneller. Oké. Wij zijn aan het praten van Esther de Moa. Hallo! Martie! Nou, we hebben ze taart opgehaald hoor. Ja. Ja. Maar hij heeft hem nog niet gezien. Maar ik weet wel dat het Jones op zit. Jones inderdaad. Hij heeft Feyenoord taart. En voor jou? Dus we gaan nu naar oma toe, naar mijn mama. Vandaag gaan we de verjaardag vieren, want mijn villa is veel te klein. Dus ja, heb je er zin in? En hij zit al heel de tijd op zijn smartwatch, hè? Ja, het stond 24-1 voor mij. 24-1 met wat? Boterkaas en eieren. Boterkaas en eieren! Hey. Hey. Oh, het is zo heet. Hij gaat weer spelletjes spelen. Ja, dat zit me in de bloed. En op je motten aan de zet. Overal spijkerbroek. Overal ben ik. En overal voel ik me thuis. Omdat ik geld kan verdienen. Ja, dat is mijn huis. Maar ik wil dan wel een huisje op Wielen. Zo'n huisje waar ik geboren ben. Tante Itja! Ik ben niet Tante Itja! Hallo! Nou, dat was een leuke verjaardag, maar ik ben nu helemaal...
kapot. Maar die was niet echt nog deel 2. Die was deel 1. Wel rusten.